Amerika gaat er totaal anders uitzien als het aan Trump ligt. Daar had het ook wel over mobiliteit kunnen hebben. Want op het gebied van mobiliteit verandert er de komende jaren heel erg veel. Het wordt autonoom en het wordt elektrisch. En als één autofabrikant zich er nou keihard op stort op al die innovaties, dan is dat Mercedes-Benz. Bovenin een heel nieuw label met elektrische auto's en onderin de Smart Electric Drive. En die rijden we door Miami. Als één autoconcept nou heel geschikt is om elektrisch te maken, dan is dat natuurlijk de stadsauto, hè? Om diverse redenen. Ten eerste, met de stadsauto ga je geen extreem lange afstanden afleggen. Dus kan er een lichtere accu in. En het voordeel van een wat lichtere accu is dat hij niet heel duur is. En een niet zo dure accu past weer precies bij een stadsauto, want een stadsauto is ook niet zo duur. Nou, goed, dus de Smart is bij uitstek geschikt om elektrisch te maken. Een paar cijfertjes. 130 km per uur haalt hij maximaal. Dan zou je denken, is dat vlot genoeg? Nou, voor een stadsauto heb je meer nodig. Volgens mij niet. Het gaat om het accelereren. Oh ja, hoe vlot? Nou, 100 in 11,5 seconden. Prima. Ja, en dan is zo'n elektrische aandrijflijn bij uitstek ook geschikt voor een stadsauto, omdat zo'n ding komt heel snel op gang. Dus je bent heel wendbaar, hè? Snel vooruit, overal een beetje tussendoor. Dan heb je de draaicirkel bij deze Smart, zoals in elke andere Smart. En ik wil jullie even laten zien wat dat precies is voor draaicirkel. 6,9 meter draaicirkel. Dus dan keer je overal. Kijk. Dit doet hij. Het is echt geweldig. Mooie innovatie in deze Smart. De elektromotor heeft eigenlijk twee functies. Hij kan voor de aandrijving zorgen, maar hij kan ook als generator dienen. Als je dus van je gaspedaal gaat, dan is het een generator en dan wekt die stroom op. Maar in deze Smart Electric Drive zit radar en die radar ziet bepaalde verkeerssituaties. En van die verkeerssituaties is hij zo geprogrammeerd dat hij weet dat hij dan al kan gaan regenereren voordat de bestuurder van dat pedaal afgaat. Dus dan wekt hij eigenlijk eerder en beter stroom op. Waardoor hij dus eigenlijk wat efficiënter wordt. En dat is dus ook een van de redenen waarom deze Electric Drive met dezelfde accu een betere reikwijdte heeft dan zijn voorganger. Heel vaak gevraagd hoe lang duurt dat nou als je zo'n elektrische auto oplaadt. Ja, nou, dat scheelt eraan hoe je hem oplaadt, op welke manier. Als je nou gewoon een normaal draad neemt en je trekt die broodrooster eruit, je doet hem daarin, dan duurt het uren. Dus schiet niet op. Als je een snellader neemt, zo eentje die hier staat, dan kun je de accu voor 80% laden in 3 kwartier tijd. Of anders gezegd, als je ergens stil komt te staan en je vindt de snellader en je drukt er weer een kwartiertje in, dan kom je ook weer een heel eind. En die accu zit daaronder, echt onder de bodem, als het ware, geplakt zo. Je ziet hem hier ook, hè? Het is dit ding. Het is een 17,6 kWh accu. Dat is relatief klein, hè? Als je nagaat dat je inmiddels 100 kWh accu's in een Tesla vindt. Maar hoe groter de accu, hoe duurder die is. En ja, een Smart is natuurlijk niet zo'n dure auto. Dus als je daar een hele dure accu in zit, dan is die auto onverkoopbaar. 17,6 kWh, daar kom je, als je een beetje normaal rijdt, 160 km ver op papier. In de praktijk zal het ietsje minder zijn. Dus voor een stadsauto natuurlijk voldoende. Hè? Maar die accu, je zou denken dat die precies hetzelfde is als een voorganger. Dat is die qua capaciteit wel. Maar de totale accu is toch veranderd. Hij is 20 kilo lichter geworden. En dan is de elektromotor, ten opzichte van de verbrandingsmotor, die er dus niet meer in zit, 10 kilo lichter. Maar die accu die weegt natuurlijk ook wel weer wat. Hè? En dan is de auto in totaliteit ten opzichte van een Ford Tour met een verbrandingsmotor 140 kilo zwaarder. En dat betekent een totaal van 1040 kilo. Ze hebben nog iets. En die grenst echt aan het briljante. Wat hebben ze nou bedacht bij Smart? Heel veel mensen kopen spullen digitaal. En die spullen moeten vervoerd worden. En die komen dan in zo'n doosje bij jou. En dan ben je er niet. Nou, Dat is onhandig, want dan moet je weer bij de buren aanbellen en je hebt een hekel aan die buurman, dus het schiet allemaal niet op. Wat hebben ze nou bedacht? Via een app kun je de bezorger van een pakketdienst eenmalig toestemming geven om in jouw auto te komen. Werkelijk waar. Dus die man van DHL of van weet ik van wat, die komt met dat pakje aan, die staat bij jouw auto. De auto gaat open, digitaal, doordat die man die toestemming heeft gekregen van jou. Klepje open, doosje erin, klepje dicht. Daarna kan die er niet meer bij. En als jij thuis komt, dan haal jij het doosje eruit.
Hé, hey, daar hebben we wat aan. Dit is wel irritant. Of irritant, een beetje raar. Het hoeft helemaal niet. Je hoort constant die elektromotor zoomen. En dan denk je, nou, het is wel fijn een elektromotor die geluid maakt, zodat andere mensen die gebruik maken van de straat voor je jou horen aankomen. Maar zo werkt het dus niet, want dat geluid hoor je niet. Behalve als je stilstaat, dan hoor je hem ja, achter een soort van energiecentraletje. Dat, raar. Wat ook een beetje gek is, is dat de USB-poort hier onvoldoende kracht heeft om je telefoon bij te laden. Het lijkt wel alsof ze iets hebben van nee. Al die elektriciteit in die 17,6 kWh accu is voor de smart. En niet voor jou achter het stuur met je iPhone. Doe je maar lekker zelf, denk dat ding. Het is natuurlijk de ideale stadsauto. Hè? Waarom zou je een stadsauto hebben met een verbrandingsmotor? Je rijdt met een stadsauto toch nooit ver. Of anders gezegd, gemiddeld rijdt een Europeaan per dag ongeveer 35 kilometer. Dus kom je prima uit de voeten met een rijkwijde van zo'n 150 kilometer. En dan veranderen de bijtellingsregels volgend jaar. Maar er zijn nog steeds voordelen op een elektrische smart. Want een lage bijtelling. De prijs is nog een beetje een moeilijk verhaal. Waarschijnlijk om en bij de €24.000, inclusief accu. Maar het zou ook kunnen zijn dat smart bedenkt dat €19.000 ook wel een mooie prijs is. Alleen dat is dan ex-accu. Dan moet je de accu leasen. Reken dan op ongeveer tussen de €60 en €70 per maand. Maar daarna heb je een stadsauto die eigenlijk overal aan voldoet. Hij is comfortabel, hij is handelbaar. Je hebt gewoon een prima bagageruimte, hè, voor zo'n klein karretje. En het is ook nog vlot en het rijdt eigenlijk ook gewoon leuk. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste, hè? Dat hij leuk rijdt.